is 5 mei. We zitten hier op Bevrijdingsfestival tussen Direct. Jullie hebben net gespeeld. 5 mei, Bevrijdingsdag. Hoe vinden jullie dat? Wat zeg je, hoe ervaren wij dat? Hoe ervaren jullie 5 mei, Bevrijdingsdag? Nou ja, het is een dag waar eigenlijk heel Nederland... Waarvan je wist dat die zou komen. Waarvan je wist dat die zou komen en waarbij Nederland allemaal de straat... Heel Nederland gaat de straat op en gaat vrijheid in dit land vieren door middel van het luisteren naar bands en het feesten daarop. Het feesten met muziek en dat is mooi. Je voeten denk ik... We spelen door heel het jaar spelen we op festivals en dat is te gek. Maar je voelt op een dag zoals vandaag, voel je dat het door heel het land leeft. En een soort collectief. Het is hetzelfde als Koninginnedag. Weet je, dat is ook een collectief feestgevoel bij iedereen. Weet je, bij iedereen. Dat voelt goed. Ja, dus dit jaar het thema vrijheid spreek je af. Hoe zien jullie dat voor je? Ik hoorde dat heel eerlijk gezegd net voor het eerst, dat het thema is. En als je om letterlijk die vraag waar jij net mee begon van wat betekent dat en bla bla bla. Voor mij betekent Vrijdagsdag simpelweg al 10 jaar of langer ieder jaar veel spelen. En dat is gewoon heel letterlijk wat het voor ons betekent. En dan pas een schakeltje verder is het besef dat je dat kan doen, dat is je vrijheid. En voor de rest wat Spike net helemaal zegt, gewoon dat collectieve gevoel, een mooie dag maken met de mensen. En het feit dat je dat met muziek kan vieren is een heel, dat is kostbaar, dat is waardevol. Ja. En zou je vrijheid ook kunnen hebben met of zonder regels, bijvoorbeeld? Met of zonder regels? Ja, de vrijheid spreek je af. Dus als we geen regels zouden hebben, dan zouden er geen afspraken over gemaakt zijn. Heb je dan nog steeds vrijheid of heb je juist minder vrijheid doordat er regels zijn? Anarchistische vrijheid. Ik heb geen idee. Geen idee. Mars wel. Jij hebt er een mening over. Ja, ik denk sowieso... regels zullen altijd voor en tegens meebrengen. En ja, inderdaad, een anarchie is misschien ook niet alles, maar om afspraken over vrijheid, ja. Ja, het is grappig, want nou gaan wij erover kletsen. Volgens mij zijn die essentieel. Volgens mij kan vrijheid niet bestaan zonder. Dat denk ik. Ja, precies. Ja. Nou ja, en wij kunnen weer samenwerken, ja. Dus... Ja. Voor mij komen we er wel uit. Jawel. Je kan afspraken maken met elkaar, maar bijvoorbeeld wat godsdienst betreft moet je geen regels opleggen. Weet je wel, daar gaat het fout op het moment dat je te veel afspreekt, dan weet je dat je in een bepaalde godsdienst moet geloven, dan beperk je je vrijheid. Dat gaat geen verkeersregels zouden zijn als iedereen heel vrij hard kunnen rijden natuurlijk. Dat zou wel fijn zijn op zich. Maar dan ook ja, of niet. Tegen elkaar aan, door elkaar heen, weet je, geen stoplichten, niks, alles. Dus, kan niet. Dus regels zijn nodig om een goede vrijheid te behouden. Ik denk dat vrijheid altijd eigenlijk stiekem, want er toch wel in grenzen afgekaderd is. Ja. Gaan jullie verder nog wat doen vandaag? Bier drinken. En terecht. Hele fijne dag nog, bedankt voor het interview. En maak er nog een mooi jaar van. Jij ook. Jij ook. Yes.